Boodschappen zijn weer bezorgd. Ze zitten fantastisch in. Ze zijn helemaal leuk. Curry is ready. En dat is heel leuk. Dus de kinderen hebben besloten om dit te gaan opruimen. Zo mooi. Hier ben ik super blij mee met die twee en met het bord. Het eitje à la H, dat is het ook. Het wordt alleen maar beter en beter. Dit is fantastisch. Hallo. Ik voel me zo belabberd. Ik heb gewoon te erg op de tocht gekregen met kamperen. Dus ik was eigenlijk zondag toen we hier thuis kwamen, voelde ik me niet lekker. Maar we hebben toen 15 uur geslapen of zo. Vannacht heb ik 9 uur geslapen. Dus ik hoop dat het nu goed zou zijn. Maar ik ben gewoon bruin en daarom zie je het niet aan me. Dus ik ben nu thuis. Ik heb straks nog 3 afspraken nu. Telefonisch wild bellen. Dus ik dacht ik ga thuis dat doen. En ik ga vanavond gewoon weer om 9 uur naar bed. En ik hoop echt dat het niet doorzet. Want we hebben zo'n drukke week en ik wil me gewoon niet ziek melden. Maar het is voor de kids niet leuk. Het is voor mij niet leuk. Mijn stem voelt alsof er vuur in zit. Dus ja. Even deze vaat opruimen. Gisteren was ik te moe, toen ging ik slapen. En dan heb ik dus van 3:30 tot 6:30 allemaal gesprekken. Even als treat een alcoholvrije pina colada met volle kokosmelk dit keer. Er zit ijs in. Stukjes ananas. Die golden excellent Albert Heijn ananassoep. En kokosmelk. Heerlijk. Even genieten. Wow, dat was heel intens. 1,5 uur lang. Nu meteen door met het volgende gesprek met een collega. Ondertussen heb ik even snel die bol. Restje van die bol in elkaar gegooid. Met wat sla erbij. Wat extra sojabonen, hoisinsaus, chili saus. Lekker joh. Dit is gewoon die spring roll inhoud, zeg maar. Nice. Bizar, hè? Ja. Het is heel oud. Oké, moesten we nog iets? Maar dat is op de melodie van Roodkapje, dus dat kan iedereen wel. Als ik de teksten even print. Het resultaat van heel erg niet lekker zijn. Pas na een paar dagen de vaat uitruimen. Hey, wel heel satisfying om alles nu neer te zetten, vind ik, hè? Nee, er klopt iets niet. Ik deed altijd anders, maar zo kan het ook. Oh ja. Zo, mijn boodschappen zijn weer bezorgd. Sojamelk. Deze wokgroente ken ik nog niet. Met courgette, rode peper. Lekker Thaise. En ik heb een Indiase. Deze had ik 30% persoonlijke bonus. Dit vond ik wat zilver in koud water. Deze was in aanbieding. 2 keer oude kaas. Kersen ook bonus. Tweede gratis. Black Velvet en Color. 2 keer grote zalm. Had ik ook weer persoonlijke bonus. Dit was samen 1 plus 1 gratis. Dit was ook 1 plus 1 gratis. Dit had ik 30% bonus. Tartaar voor weer roerbak. En kipblokjes voor 2 keer een wok. En mijn brood. Die gaat weer in de vriezer. Dit heb ik weer gratis voor gekregen. Geen idee waarom. Kikkererwt leek me lekker door een van de kip met groenten. Dit voor als ik weer pina colada wil maken. Door de wolk. Komkommers eet ik heel veel. Tomaatjes eet ik ook. Deze vuilniszakken die dus super chill zijn. Olijven. Nog een sojamelk tomaat. Voor nog bij de mozzarella die ik nog had. En eitjes. En dat was het. Oh ja. En dit heb ik ook nog besteld. Ineens waren heel veel avocado's rijp, dus even 1 broodje met een hele avocado. Dus heel weinig brood verhouding tot avocado. Lekker, met alleen maar zout, peper, chili en limoen. Chill bully. Dankjewel. Ik had dus trouwens, omdat ik zo gek ben op mijn nieuwe Nike P6000 sneakers, die met blauw en oranje, had ik deze ook gekocht. Totaal anders, maar het is hetzelfde model. Het zit net zo lekker. Totaal andere vibe, maar ik vind hem wel heel tof. Ik dacht dat dit glitter zou zijn, dus ik wist niet zeker of ik het leuk zou vinden. Het is dus geen glitter. Ik vind het echt heel leuk eigenlijk. Dus deze. Echt veel meer girly, maar ik vind ze eigenlijk echt geweldig. Dus ik hou ze sowieso. Ze zitten fantastisch en ik vind ze helemaal leuk. En ze zijn, waren 108 euro, maar ik had een kortingscode van 20 euro. Dus dat is wel chill. Wel duurder dan die andere P6000's die ik heb, maar ik ben er heel blij mee. Ze staan hier dus al een paar dagen, maar ik was steeds gewoon te moe om ze uit te pakken en nu heb ik het wel gedaan. Ik vind ze helemaal leuk. Deze schoenen zitten fantastisch. Nike P6000. Echt een tip. Ik ga een curry maken. Gewoon totaal uit mijn hoofd. Met kipblokjes. Deze groenten.
kokosmelk, tomatenblokjes, nog een paprika. Ui zit er al in, dus knoflook. En ik denk dat dat heel lekker wordt. Nog even wat kruiden zoeken. Matraskruiden heb ik niet, maar ik verzin wel wat. Heerlijk, 5 stenen in knoflook. Met dit, bakken. Nu ik bezig ben, denk ik, ik had even zo'n vers pakket kunnen kopen. Want dan heb je ook die matraskruiden erbij. Dat is wel chill. Dus ik heb gewoon licht gebakken uit van die gaar. Tomaten en paprika erbij nu, vuur wat hoger. Dat goed bakken. Ik heb lang niet alle kruiden voor madras, maar wel gember. Dus die heb ik erdoor gedaan. En komijn. Dat doe ik sowieso heel vaak erdoor, vind ik lekker. Kijk wat ik nog meer heb. Kaneel. Peper, natuurlijk. Kurkuma heb ik ook. Dat vind ik altijd een beetje vies. Maar dat heb ik ook. Nou, ik heb best veel. Oh, dat geeft natuurlijk die kleur. Oh, nice. Doe maar wat hoor. Zo. Zout. Dat is wel leuk om het zelf te maken. Vind ik. Zwarte peper. En dan cayennepeper. Ook nog currypoeder. Maar curry is koriander. Oh, curry is gewoon koriander, kurkuma, komijn. Aha. Nou, doen we dat er ook nog lekker bij, joh. Kruidnagel en muskaat heb ik volgens mij niet. Kaneel kunnen we ook nog even doen. Heerlijk zo op gevoel, ik hou ervan. Nou, volgens mij is het... Hey, ik had korianderblad ook nog eens. Grappig, ik wist dat echt niet dat het... Misschien moet er ook een klein beetje water bij. Maar denk ik, ja, er gaan alle tomatenblokjes bij. Die doe ik er nu al bij. Ik had er dus ook nog 2 tomaten door gedaan trouwens. Oh, lekker dit. Moet ik eigenlijk even de deksel erop doen. Die ga ik morgen wel gewoon hier ook nog rijst bij maken. Dus in principe al voedzaam genoeg. Ik heb nu geen zin om rijst te koken, maar het is wel heel lekker met rijst. En dan bewaar ik wat van die saus voor morgen. En eet ik vandaag, schep ik het er dan lekker uit. Chill zeg. Heerlijk gerecht. Vuur heel zacht. Lekker. Hey. Dit heb ik ook. Bizar. Je hebt meer dan je denkt in het leven. De hele tijd niet in de gaten gehad dat hij hier zo lief zit. Bolly. Bol? Bolly? Huh? Bol. Ben je aan het slapen gewoon? Je lijkt wel ziek als je zo doet, maat. Gaat het goed? Vind je het gewoon zo gezellig? Oh, ik maak me zorgen als hij zo doet. Het is zo lekker dat ik geen zin heb om te wachten. Ongeduldig ben, dus steeds kleine beetjes aan het opscheppen ben. Om te wachten tot het gaarder wordt. Maar het is echt heel erg lekker. En de curry is ready. Echt super lekker. En ik vind het gewoon heel leuk dat het niet uit mijn pakje komt. Buon appetito. We hebben vandaag zomerfeest en we zijn nu op de sportvelden. En daar gaan we lekker met waterballonnen gooien in bikinis en we gaan hier lekker eten. We zijn hier en het is echt prachtig weer. We zitten nu dus met z'n allen op het sportveld. We zitten in een kring. En één iemand heeft... Mag ik even een balletje? Hey. Eén iemand heeft zo'n balletje meegenomen en die... Gooi je dan naar iemand en diegene mag iets bedenken. Bijvoorbeeld, wie denk je dat er als eerste gaat trouwen? En dan moeten we allemaal wijzen naar degene die we denken dat het is. En dat is heel leuk. Even kijken hoe erg. Hier zaten dus waterballonnen in. Dus de kinderen die besloten om dit te gaan opruimen met afval. Ik denk dat we zeker 3 emmers kunnen vullen. Moet je kijken, een mondkapje, flessen. Van lachgas gewoon. Echt niet normaal. En ik heb nu spray bij me, dus hierna gaan ze meteen hun handen ontsmetten. Maar eventjes, mensen, ruim je afval op. Dat is echt niet goed. Wij gaan het nu... Niet, we kunnen het nu niet netjes gaan recyclen, maar we gooien het wel gewoon in de prullenbak. We hebben zelf sokken gevonden. Want even kijken, wie van jullie kan er chagrijnig kijken? We kijken de familie Slim. Om even af te koelen binnen. We hebben echt heel veel ballonnen. Maar op een gegeven moment knappen ze dus, we weten niet waarom. Wat gebeurt er wanneer je meedoet? Aan het gevecht. Van top tot teen doorweekt. En dit is echt zo'n nare stof. Maar het was wel heel erg leuk. Ik had niet gedacht dat ik mee ging doen, maar ik voelde me ineens helemaal goed en fit. Dus ik had er helemaal zin in. Maar ja, we hadden een eigen veldje voor groep 4 en ik ben al die andere veldjes overgerend. Dus alle kinderen uit mijn oude klas heb ik gezien. En die gingen me natuurlijk volledig pakken met z'n allen. Dus natter kan niet, maar het was echt heel leuk. Het is gewoon 31 graden vandaag. Het was echt top. Zo, ik ben weer thuis. Ik heb net nog even een telefonisch gesprek gehad met de psycholoog van iemand uit mijn klas. En nu nog even een paar mailtjes beantwoorden.
dan heb ik weekend. Ik heb eventjes een pakketje gekregen waar ik heel blij mee ben. Hi Charlotte, hier heb faves van Clinique en L'Occitane. Enjoy babe. Ik heb twee nieuwe faves binnengekregen. Zoals jullie misschien wel weten, is dus de toner van Clinique mijn ultieme favoriet. Het enige jammer is dat je gaat er zo snel doorheen door zo'n fles. Omdat ik het gewoon het liefst elke ochtend en avond gebruik. Ik heb nu degene voor een vette huid. Maar ik vind nummer 3 voor vet gemengd, geloof ik. En vind ik ook fijn. Maar die van 2 vind ik ook fijn. En ik heb niet eens per se een hele vette huid. Maar ik heb het idee dat hoe meer de toner geschikt is voor een vette huid, hoe meer alcohol erin zit. Maar dat weet ik niet zeker. Er zit dus alcohol in. En ik vind dat dus fantastisch. Als je er niet van houdt, is deze niet geschikt voor jou. Maar ik ben helemaal geobsedeerd met deze toner. Misschien weet je het al hoor. Maar voor wie het nog niet weet. Als je dit dus op je huid doet, dan voelt het gewoon alsof je hele huid van binnenuit helemaal wordt schoongezoogd ofzo. Het is zo verfrissend. Ik doe het altijd over mijn hele huid. Doe ik het ook nog over mijn oren. En dan voelt het gewoon alsof je een soort van hebt gedoucht of een peeling hebt gehad. Het frist zo op. En er is geen één andere toner die dat effect heeft. En dan had ik laatst van L'Occitane de... Oh, wat leuk! Ik heb de Ultra Rich Body Cream toen gekregen. Die blauwe voor kerst, geloof ik. En altijd als ik een dagcreme opsmeerde en ik had hier het gevoel dat het nog een beetje trok na het douchen, smeerde ik die erop. Het is best wel een vettige voedende creme. Het is dus voor je lichaam, maar ik doe hem dus op mijn gezicht. En ook als nachtcreme heb ik hem gebruikt. En er zit 25% shea butter in. Ik vind hem helemaal geweldig. Ik had de dunne pot, daar heb ik heel lang mee gedaan. Nu heb ik dus een grote variant gekregen. Dit is nu limited edition, daarom ziet hij er echt super leuk uit. Maar deze creme is... Ik smeer gewoon bijna nooit mijn lichaam in, maar voor je gezicht... Ik smeer hem op mijn gezicht. Hij is volgens mij niet voor je gezicht bedoeld, maar ik vind hem gewoon zo lekker op mijn huid. Het komt denk ik echt door de shea butter. Hij is zo voedend. Ik ga hem nu even op mijn handen doen, omdat ik dus net het watergevecht heb gehad. Ja, het is gewoon... Hij ruikt heerlijk. Het is gewoon echt zo'n... Het lijkt echt op zo'n basic, gewoon een body cream. Maar ik vind hem veel fijner dan zo'n Nivea creme of zo. Hij is best wel niet vettig. Maar zie je dat hij ook helemaal glimt? Dus je moet ook niet zeg maar dit nu opdoen. En dan als je dan meteen de deur uitgaat. Kijk, zie je? Dan zie je echt dat je creme op hebt. Hij moet echt zeker al een kwartier of zo helemaal intrekken. Maar dan is mijn huid zo lekker gevoed. Dus dat doe ik eigenlijk ook voor je lichaam. Dus zie je? Het is eigenlijk geen gezichtscreme. Dus het liefst gebruik ik deze dus 's avonds voor ik naar bed ga. Of 's ochtends nog even hier op die droge plekjes. Of soms als ik hier van die uitslag heb, dan doe ik deze creme erop. Voordat ik bijvoorbeeld nog iets op mijn cupper op doe ofzo. En dan is het gewoon helemaal goed gevoed. Het is heerlijk. Ook op mijn lippen. Ik ben gewoon echt geobsedeerd met deze creme. Eigenlijk is het gewoon zo'n creme die voor alles lekker is. Dus heel lang aan het praten over 2 producten. Maar ik ben super blij dat ik die 2 producten weer binnen heb. Ik ben bezig met chaos opruimen. Spullen veranderen van plek waar ik ineens zin in had. En nu ga ik een salade eten met tomaat, gele paprika, zout, olijfolie en crème balsamico. En nu spring onion rijstdoosjes met zalm. Zo, vandaag opruimdag, schoonmaakdag. Ik hoopte op slecht weer, maar helaas. Ik ben helemaal geobsedeerd met kopjes zonder handvat. Ik vind het zo leuk. Oké, deze stroomt echt over. Oké. Ja, gewoon dit soort lades. Al weet ik exact wat erin zit. Ik wil gewoon even dingen wegdoen ook. Ik ga 2 tassen maken met spullen die ik wel wil houden. Maar even niet in mijn huis hoef te zien. Zoals deze spullen. Ik vind het echt wel wat rustiger staan hier. Het begint al chaotisch. Ik ben alles door elkaar heen aan het doen. Ik ga echt overal in het huis dingen aanpakken. Weet je, dat heb ik laatst nog uitgezocht. Maar ik wil het gewoon weer uitzoeken. Ik ben gewoon met alles bezig. Alles. En dat ik ook denk, misschien dit soort dingen. Weet je, leuk. Maar in die plek kan ook iets nuttigs staan. Net als die dingen daar. Ik moet even kijken. Dit is before, in ieder geval onder de trap. Het lijkt mega chaos. Het valt nog mee, alleen het is gewoon super krap. Maar misschien kan ik wel iets handigers bedenken. Ik dacht zelfs dat heel misschien mijn koelkast onder de trap zou kunnen. Want die eigenlijk gewoon de kamer zoveel lelijker maakt. Maar geen idee. Ik moet echt even kijken. Ik ga dit er in ieder geval allemaal uithalen. En dan, maar er is gewoon weinig ruimte om het te stallen. Maar komt goed. Het is een drama. Ik vind dit soort tassen waarvan ik niet wist dat ik ze nog had. Bolly is aan het roepen. Wat is dit? Oh, erg. Ik dacht niet dat ik dit soort tassen nog had. Allesreiniger. Oké. Random. Die vloer ook, wat erg. Oh, ik heb net allesreiniger gekocht. Nice.
Zo fijn als je weet waar je iets een plek moet geven. Wat is dit? Waarom? Het is van vorig... Nee. Nice. Bolly, je irriteert me. Ik had dus geweldige dingen besteld van HK Living. Dit is een dinerbord. Ik vond het zo tof. Ik twijfel alleen, want hij is heel zwaar. En hij heeft echt geen randje. Het is natuurlijk prachtig als plateau sowieso. Maar ik moet echt kritisch zijn met wat ik koop. Ik twijfel nog, maar ik heb er twee verschillende. Lijkt wel grabbelton. Ik wil dus... Nou, ik heb het gewoon niet open. Ik wilde al heel lang bij HK Living van die kopjes voor koffie bestellen. Ik had bij de Bijenkorf er ook twee besteld. Kijk, dat zijn deze. Maar op de site leken ze heel mooi pastel. Op camera vind ik ze ook nog wel. Maar ze zijn best wel... Ik weet niet. Ik vind ze net niet helemaal. Dus ik denk dat ik deze terugstuur. Maar ik heb hier dus ook nog roze besteld. En een soort lila-achtige. Die is anders. Dus die probeer ik nu open te maken. Ik denk dat ik die van de Bijenkorf terugstuur. Maar ik vind het wel heel overdreven ingepakt. Ze bedoelen het goed, maar het is niet te doen, joh. Het hoeft niet zoveel. Jeetje. Maar die lila is heel leuk zo te zien. Oh, hij is echt heel leuk. Deze is dus anders dan al hun andere kopjes qua vorm. Maar ik vind hem heel leuk. Hij lijkt een beetje op dit of zo qua stijl. Kijken. Ja, deze vind ik dus echt heel erg leuk. Omdat ze ook meer glimmen. Ja, deze ga ik wel houden. Ik heb er twee van besteld. Die vind ik echt heel leuk. Heel leuk. Van HK Living dus. Ik zag bij Ines altijd van die leuke kopjes. Dus toen dacht ik ga het toch ook eens bestellen. Ik merk dat ik best wel hou van dat het toch een beetje glimt, denk ik. Want ik heb dus, die ik net liet zien in het roze besteld, die gaan we zo zien. Dit vind ik tof. Eigenlijk is het nu ook vol. Anders moet er dus weer iets weg. Maar ik ben heel benieuwd naar die roze. Kijk, hier hebben we denk ik een ontbijtbord. Ja, hier ben ik zo benieuwd naar. Hier heb ik wel twee dezelfde van besteld. Ja, dit vind ik fantastisch. Dit vind ik helemaal fantastisch. Dit vind ik zo mooi. Je weet maar nooit, hè? Want op de foto is het... Ik word helemaal gek, sorry. Op de foto is het soms anders dan op de website. Dan in het echt. Deze vind ik geweldig. Ook wat minder zwaar. En de kleuren zijn helemaal mij. Ik heb er dus wel maar twee. Ja, dit is superleuk. Oh, wat leuk. Wel heel voorzichtig mee omgaan. Alleen, dan is dus de vraag... Waar zet je ze neer? Snap jullie dat ik gek word van Bolly? Het spijt me, ik probeer het zoveel mogelijk uit te knippen voor jullie. Maar hij is deze week helemaal hysterisch. Misschien omdat ik dus even weg ben geweest dit weekend. Ik denk dat ik dit gewoon onder die... Ja. Dit is gewoon helemaal prima zo. Kijk hoe geweldig ze zijn. Heel erg blij mee. Deze zijn heel leuk. Deze zijn echt heel leuk. Die hou ik. Nu hebben we dus een probleem. Maar dat maakt niet uit. Het komt wel goed. Kijk, ik kan ze natuurlijk ook... Nee, deze dus niet. Maar deze kun je ook opstapelen, maar ik vind dat minder leuk. Het enige wat ik dan dus lastig vind, is dat dit groter is. En dan wil ik het eigenlijk hier zetten. Maar ik wil eigenlijk ook links degene met een oor en rechts niet. Oh, een grapje. Hij is natuurlijk niet hoger. Leuk dit. Het zijn eigenlijk gewoon een soort van vaccinelichthouders. Maar ik vind het helemaal leuk. Ja, deze stonden eerst gewoon in mijn kast. Dus dat kan ik op zich nu weer doen. Het is niet dat die er heel mooi bij past of zo. Zo is het super mooi. Maar stiekem vind ik deze ook gewoon heel leuk. Ik heb hier vanochtend ook koffie uitgedronken. Deze zouden ook nog naast mijn koffieapparaat kunnen. Ja, ik vind het dus wel wat hebben dat groene erbij. Juist omdat het er niet echt bij past. Ze kosten trouwens 6 euro per stuk. Ja, ik vind het wel cute. Kijk, deze kunnen makkelijk... Oh, mijn batterij is leeg. Nou, die kunnen makkelijk hier, als het hier netjes is. Ja, ik denk dat ik het zo ga doen. Hier ben ik super blij mee met die twee en met het bord. Echt geweldig. Oké, ik dacht dus ik kan mijn koelkast misschien onder de trap gaan zetten. Maar ik vind dat een beetje onzin. Ik heb me er eigenlijk nooit echt aan gestoord. En ik kan veel beter gewoon profiteren van het feit dat ik nu ruimte heb. Kijk, het is vet chill. Daar ligt mijn koffer. Nou ja, als ik die wil pakken, moet ik misschien wel even zoiets eruit schuiven. Maar er staat hier niet veel, dat is prima te doen. Ik leg mijn koelbox op met de koelelementen erin. Hij gaat ineens stinken, denk ik, als ik hem dicht heb. In ieder geval, dat is wel gewoon chill om dat daar te leggen. Dan heb ik één kastje van boven met kleding leeg kunnen maken en hier gezet. Dit is nog steeds, ja, wat had ik hierin? Dat kan ik ook nog uitzoeken. Maar bijvoorbeeld slingers en lampen dingen en
schroevendraaierdingen horen. Een beetje praktische, dat soort dingetjes. Deze is nu nog helemaal leeg. Dus dat vind ik heel relaxed. Hierop heb ik dan pakketjes voor een video. Dus als ik een pakket binnenkrijg, nou, ik kan makkelijk hierop stapelen. Dat is heel chill. En dan kan ik hier gewoon mijn stofzuiger met wel zetten. Hier vogelvoerspullen, stofzuigerzakken, schoenen, spray. Hier een tas met statiegeldflessen die ik dan steeds kan vullen. Mijn airfryer. Een spelletje. Dit bewaar ik. Liever had ik het niet, maar ik bewaar het. En nog twee spelletjes, dus er kan ook nog wel wat bij. Zo ziet de trap er nu uit. Met zijn lege tassen. En, nou, het gaat eigenlijk best wel de goede kant op, vind ik. Dit is de doos die ik iemand mag stallen met spullen die ik niet weg wil doen. Hier heb ik nog twee dekens waarvan ik niet weet wat ik mee moet. Kleding die weg kan. En dit naar mijn ouders. En dat ding naar mijn auto. Goed bezig. Even een brekkie. Lekker, jongens. Oh my god. Dit noemen jullie als eitje à la ha, dat is het ook. Nou, dat spek heb ik volgens mij bedacht. Maar oh, mosterd, aukaas, ei. Het hele dode spek, zout, peper, chili. Oh, heerlijk. 2,5 uur later, of 3 uur later. Ik heb gewoon echt weer trek. Ik ga gewoon weer hetzelfde eten. Het was zo ontzettend lekker. Oh, ik ben net te laat met het flibbertje eraf halen. Het was zo lekker. Heerlijk. En die spek is nog van vorig weekend, dus die moest op. Lekker 3 plakken. Oh, hoor, tweede ronde. En de vlog. De enige vlog waar ik tijd voor kan maken, die van Elise. Zo lekker. Wat chili hier aan is, is natuurlijk alles behalve gezond of caloriearm. Maar ik zit zo lang vol. Normaal, van 1. Wow, mijn haar is echt heel licht aan het worden. Ik weet niet wat ik ervan vind. Ik wou zeggen, ik ben een beetje aan het inkakken, dus ik heb even gedoucht. Even een mascaraatje op, wenkbrauwen. En dan ga ik even naar Max's fietsen. Het is echt over een uur is alles al dicht. Maar en het gaat regenen, maar het maakt me niet uit. Even bewegen, even frisse lucht. Breng meteen even die zakken. Auw, doe jij het normaal? Hij is niet helemaal goed, Bolly. Mijn hele week is heel raar. Mascaraatje om me iets wakker te voelen. Ik ben helemaal ingekakt, joh. Maar je zit de hele dag zit je in je huis op te ruimen. Zonder echte frisse lucht. Ik heb wel weer echt dat ik mij niet lichamelijk fit voel. Terwijl ik dus niet... Ja, oké, ik ben een kilo aangekomen. Maar je ziet het aan me. Mijn buik is opgeblazen. Terwijl ik geen last van mijn buik heb. Dus ik snap niet zo goed wat er aan de hand is weer. Ik weet gewoon... Ik kan er gewoon geen vat op krijgen hoe het werkt met mijn lichaam. Ik ben ook ongesteld, maar mijn buik is echt... Soms is mijn buik, maar ook mijn gezicht, maar denk ik, is mijn weegschaal dan een stuk of zo. Van de een op de andere dag is mijn buik gewoon alsof ik echt 8 kilo zwaarder ben. Want ik weet hoe mijn buik er toen uitzag. En denk ik, hoe kan dat? Bizar. Zo bizar. Ik weet niet waar het door komt. Maar goed, ik ga nu... Raar dat ik ineens helemaal zo instort. Ik ga nu lekker fietsen. Oké, het regent serieus op dit moment. Maar toch ga ik fietsen. Ik ga echt niet met de auto. Maar ik doe gewoon mijn zonnebril op en mijn sjaal op mijn hoofd. En ik heb een nieuwe schoen aan, want ik dacht, hé, het regent. Leuk om die schoenen voor het eerst aan te doen. Heerlijk. Regen, wind, maar het is lekker warm. Echt, ik hou van fietsen, de regen, het spelen. Ik zit er in ieder geval mijn jurk deed omhoog uit. Net op de brug roeide die volgens mij iets te hoog. Lekker fietsen, charmant. Ik moet gewoon een keer een broekje kopen die ik hieronder kan doen. Maar ik vind al die broekjes altijd veel te strak. Die corrigerende broekjes vind ik helemaal niet lekker. Jeetje, wat wind. Oh, goeie workout. Oeh. Het is echt al bijna 7 uur. Het zonnetje schijnt wel. Daarachter. Ik eet maar even met kipfilet, ik heb honger. Ik heb extreem gezonde boodschappen, maar hoe ga ik dit ooit meekrijgen op mijn fiets? Als je wil dat het gaat lukken, dat je boodschap op de fiets mee kan nemen, geloof me, dan kan je je boodschap op de fiets meenemen. En ik heb echt heel veel. Het enige wat een beetje risky is, is dat dit een glazen theedoos is. Ik denk dat ik dat beter niet kan doen, maar het komt wel goed. Kijk eens even. Ik heb denk ik iets te veel gezonde dingen gehaald, maar ik laat jullie zo wel zien. Echt top dingen. Toppie toppie. En nu lekker het zonnetje in. Haarse zon. Zo, het is chiller thuis komen en opgeruimd thuis, maar... Nu is dit de status. Schoenen uit. Ik vind de schoenen echt leuk. Er zitten gewoon Nike P6000 heet het dus. Zit echt zo lekker. Oh, ik moet nog zoveel doen natuurlijk. Het is echt al 7 uur, 7:30. Dan moet ik ook nog even filmen wat ik allemaal heb gekocht. Oké, we moeten het even doen met de chaos die het is. Laat het maar doen. Ik zag Miljuska gisteren op tv met aardappeltjes zoeken. Toen dacht ik, oh lekker, wil ik ook weer eens eten. Super grote bospeen.
Deze waren 2 euro per stuk bij de Blokker afgeprijsd. Dat vind ik eigenlijk echt heel erg leuk. Als onderzetter of voor van alles eigenlijk heel leuk. Dit was 30% korting. Ananas die hopelijk goed is. Hier was ik wel een keer benieuwd naar van Lidl. Big Bazaar zag ik deze al een tijdje en ik vond ze heel leuk. Ik twijfelde steeds, het is een voorraadpot. Dit is de middelste grote, maar ik wilde eerst de grootste. Ik twijfelde, maar ik heb nu 2 van deze gekocht. Want ik dacht, je kunt hier zelfs echt superleuk gewoon drankjes uitserveren. Misschien in het teken van, ik wil juist net opruimen, niet heel handig. Want ja, geen idee, maar ik vond hem echt wel leuk. En ik had hier echt al 8 keer naar gekeken ofzo. Dus ik heb hier 2 van gekocht. Molly, wil je ophouden als ik 1 seconde binnen ben om nu al te proberen te ontsnappen? Het mag er echt wel uit hoor. Ik wilde dus echt al, nou ik denk 2 jaar lang zo'n metalen theedoos kopen. Maar steeds vond ik het gewoon te duur bij Xenos. En ik wilde ook een zwarte. En bij Xenos zat het altijd vol met lijm. En nu zag ik dus dat Blokker hem ook had. Hij is ook een beetje beschadigd, dus ik kreeg 1 euro korting. Maar ik dacht, ja, ik wil hem nu gewoon hebben. Ik wil het al heel lang. Het maakt niet zo uit. Het beschadigt toch ook als ik het gebruik. Maar deze is veel hoger dan die normale die je wel vaker ziet van Xenos en zo. Want ik wil dus dit laadje opruimen. En ik ben heel benieuwd hoeveel theetjes hierin gaan passen. Deze was 10 euro en nu 9 euro. Bij de Blokker dus. En normaal is Blokker volgens mij nog duurder dan Xenos. Dus hier ben ik eigenlijk wel heel blij mee. Eerst liep ik weg, toen wilde ik hem niet. Toen ging ik naar Xenos, toen zag ik dat die kleinere variant daar gewoon 14, 15 euro kost. En toen dacht ik, ik ga terug en ik wil hem toch hebben. Ik wil dat al zo lang, dus die ga ik zo wel even vullen. Maar eerst moet ik allemaal andere dingen nog doen natuurlijk. Volgende lading, maiswafels. Dit maskertjes van Big Bazaar, gember. 2 keer mosterd van Lidl. Lievelingstomaten, herslijpbare zakjes. 2 meloenen. Ja, nu denk je misschien wel moet je met 3 meloenen. Ik heb gewoon ineens heel veel zin om lekker heel veel groente en fruit te eten. Bromhexide, spinazie, kirschen. Ook nog. Oh, ik ga mijn grote fruitschalen er maar weer bij pakken hoor. Jeetje. Nou, echt serieus. Alleen maar gezond. Niet normaal. Ze hebben heel geweldig. Als je ook fan bent van maiswafels, enorme tip. Deze die ik net al liet zien. Deze. Geweldig. 100 calorieën per pakje. Nog niet eens 97. Zo lekker net chips. Maar ze hebben nu, ik denk omdat het populair is. Ze hadden al met paprika, die vind ik niet lekker. Ze hadden nu met kaas smaak, dus ik denk een soort snackerjack-achtig. Ook maar 105 calorieën per 5 stuks. En ze hadden ook pittige bieten smaak. Dus dat is een tip. Dan nog even met 30% korting toch nog een pakje koffie. Ik had laatst die oranje espresso besteld bij die bezorging, maar ook nog even deze gehaald. Hij was al open, maar was de laatste. En een decafé, want ik heb vaak s'avonds echt wel zin nog even een kopje koffie. Ook nog nu met een persoonlijke bonus. 2 pakken van deze. Nog een grote kipfilet, een komkommer. En ze waren eindelijk weer op voorraad, dus ik dacht ik koop ze vast voor als ik weer spring rolls wil maken. Dit zijn dus echt de juiste die we vorige keer hadden, was blijkbaar om te frituren. En hier kan ik dus zo erg van genieten, omdat hier zo'n hele van die schalen met fruit hebben. Het vervelende is alleen dat het hierdoor echt heel snel zacht wordt. En in de koelkast blijft het langer goed, maar dit eet ik in 2 dagen op. En dit ook. En dit mag wel lekker een beetje rijp worden. Deze doe ik even in de koelkast. Maar later ook echt zo'n keuken waarbij je dan heel mooi zo allemaal lekker je groente en fruit op het aanrecht kan zetten. Weet je, dat je een grote koelkast hebt en dan een deel in de koelkast zet. En dan weet je dat je de helft in de koelkast bewaart en de helft zo mooi neerzet en zo. Maar ik heb gewoon niet genoeg ruimte in de koelkast nu. Vroeger toen ik hier eerst woonde en toen ik daarna met Rup woonde en zo. En al die tijd had ik altijd heel veel thee. Echt gewoon als er Lipton in de aanbieding was. Ik had echt allemaal van die smaakjes en ik wist nooit waar ik het kwijt moest. Dat doe ik dus nu niet meer. Ik heb nu helemaal niet zoveel thee meer, gelukkig. Maar toch nog denk ik dat het te veel is voor dit doosje. Ik heb nu alleen maar een soort van luxe theetjes. Die ik dan in de korting had gekocht. En deze is heel lekker. Ik ga even kijken. Ik vind het wel heel mooi dat het van die luxe zakjes zijn. In zo'n doos moeten niet van die, dit soort vind ik. Van die, gewoon dat soort zakjes. Ik ben heel benieuwd. Ik vind het zo leuk om dit soort dingen in te richten. Ik ga er helemaal van genieten. Wie vindt het ook? Let me know. Wolly zit ondertussen heerlijk op fruit te halen. Lekker, Bol? Ik kan hier echt, laat me even weten jongens, of jij hier ook van kan genieten. Kijk, deze dozen zijn ook mooi, maar het is gewoon niet handig. En ik denk dus dat ze, oh, ze passen zo. Oh, dat is het voordeel aan deze hoge doos. Ik dacht al, dit soort grote hoge zakjes, daarvoor moet je zo'n hoge doos hebben. Maar volgens mij dat lage doosje van Xenos, dat is volgens mij ook eigenlijk helemaal niet voor thee bedoeld. Dat weet ik eigenlijk niet. Oh, dit is zo satisfying. Kijk nou. Zo lekker dit. Oh, dat is zo tof. Heerlijk. Oh, geweldig. Laat het me weten, jongens. Alsjeblieft, laat het me nu weten. Geniet jij hier ook van?
van dit doen of hier naar kijken. Oh, dit is mooi. Oh, geweldig, geweldig, geweldig. Nu ben ik ook heel blij dat ik van die mooie theetjes heb. Ik vind het heel grappig dat ik vaak onder mijn comments, onder mijn vlog reacties krijg. Die vind ik trouwens echt heel leuk. Dat mensen dus zeggen dat ze het zo leuk vinden dat ik zo geniet van kleine dingen. Maar dat is dus wel inderdaad wie ik ben. Ik kan hier helemaal van genieten. Van dit soort dingen in een doos doen. En als het dan nog perfect past en zo. Kijk, dit soort zakjes. Oh, ja. Dus dit soort zakjes zijn prima voor dat kleine doosje. En die vind ik eigenlijk weer zonde om bijna om hierin te doen. Oh, dit zijn van die zakjes. Ah, ik heb eigenlijk niet genoeg mooie grote zakjes. Dat is jammer. Kijk, deze passen ook nog hierin. Ik vind het altijd wel leuk om te lezen dat mensen zeggen van ja, ik word helemaal blij dat jij zo blij wordt van kleine dingen. En dan ben ik echt heel, vraag ik me af van, betekent het dat jij die dat op een moment dat niet hebt? Kun jij niet genieten van dit soort dingen? Want het feit dat jij dus geniet van dat ik hiervan geniet, zegt ook weer wat over jou, vind ik. Dan geniet jij toch ook van kleine dingen? Of geniet jij er dan van als mensen blij zijn of zo? Wat ik dus jammer vind is dat dit niet past. En dan heb ik eigenlijk de neiging om het nog even hier achter te stoppen. Oh, geweldig deze zakjes zeg. Maar er past dus niet een hele doos in. Dat vind ik altijd wel lastig. En ik denk ook niet dat die in de la past waar ik nu mijn tape bewaarde. Dat denk ik. Maar dit is gewoon heel mooi om neer te zetten. Dat gaat weer nooit passen. Wat doen jullie dan? Mensen die dit ook doen. Vroeger bewaarde ik dan de helft, zeg maar wat overbleef, bewaarde ik dan alsnog in dat doosje in een voorraadkast of zo. Maar ik weet dat er ook echt mensen zijn die dan zeggen, oh, er passen er vier niet in, ik gooi het lekker weg. Nou, dat vind ik echt niet oké. Maar ik drink ook eigenlijk veel te weinig thee. Nu in de zomer al helemaal. Nou, dit vind ik wel cute, denk ik. Ik vind het niet per se heel mooi. Dat dit zeg maar nu anders is dan dit, vind ik jammer. Oh, ik weet wat ik ga doen. Die moet naar het midden toe. Ja. Ja, met dit soort dingen ben ik altijd wel een beetje... Mensen noemen dat OCD. Ik weet niet of je het echt OCD kunt noemen, maar... Ik vind het gewoon heel leuk als het mooi is. Dit soort dingetjes. Dat heb ik niet met alles. Nou, de theedoos is echt prachtig. Echt geweldig. Het is dus geweldig met dit soort zakjes, maar het is ook leuk met dit soort zakjes. Het is dus het minst leuk met... Dit soort. Ik moet dus alleen nog even kijken. Nou ja, dit kan ik natuurlijk gewoon los in die la leggen allemaal. Maar dit heb je dan dus over. Dus dat vind ik het enige soort van niet handig aan zo'n doos. Dat ik denk, ja. Maar oké, het ziet er geweldig uit. Helemaal blij mee. Helemaal leuk, jongens. Echt top. Wat vinden jullie? Geweldig, hè? Mormel dacht, in de tussentijd, ze heeft het toch niet door, ga ik haar net prachtig gemaakte fruitschaal eventjes mollen. Dankjewel, Bolly. Ik hoorde trouwens gisteren op Bij Hart van Nederland of zoiets. Over dat gemeente, heel veel gemeenten besluiten dat je je afval niet meer hoeft te gaan scheiden. Omdat mensen het toch vaak verkeerd doen en het nog meer werk is dan om het allemaal te checken. Dan het gewoon in één keer allemaal, snap je? Maar ze hadden dus wel gezegd, om ze te helpen moet je er echt voor zorgen. Weet je, het plastic mag geplet zijn, het mag vies zijn, maakt het allemaal niet uit. Maar doe er geen verf of vloeistof of wat dan ook in dat het helemaal vies wordt. Want daardoor wordt het plastic echt onbruikbaar. En daardoor kan die machine ook niet meer goed zien wat plastic is en zo. Dus dat vond ik wel goed iets om te weten. Vanavond moet ik dus echt dit eten. Maar ik heb er steeds helemaal geen zin in, terwijl het heel lekker was. Maar het is zo gekruid dat ik er helemaal geen zin in heb. Zo. Maar volgens mij is het al 3 dagen oud nu. Ik weet niet eens of het dan nog kan, maar het moet. Kan niet verkeerd zijn. Ik heb zo nog helpen als hij nog grauw was. Dit is dus nu mijn la. Moet je nagaan, dat heb ik laatst nog opgeruimd. Maar ja, op deze manier blijft het gewoon nooit netjes, joh. Leuk. Zo, de lade is leeg. Nu moet hij nog schoon. Hier begint het ook behoorlijk vol te raken. Maar dat is niet erg. Hier zitten thee in. Daar zit nog thee in. Nog wat koffiecupjes. Gaat de goede kant op. Die ballonnen en zo heb ik natuurlijk in de jarigbak gedaan. Die ik jullie net liet zien. Onder de trap. Ik dacht ineens, hey, die zuignap dingetjes heb ik bij de... Nou, schroeven, spullen en zo gezet. Dan heb je ineens voor alles een plekje. Dat is toch wel handig, hè? Het begint al fantastisch, namelijk de theedoos. Past. Dat is toch eventjes top, jongens. Dat is toch even top. Maar, hoe ga ik hem neerzetten? Ik vind het chill als de folie altijd lekker hier vooraan ligt. Nee, of niet. Nou, het is gewoon fantastisch. Kijk, dit kan ik hier wel leggen, maar het hoeft niet. Want dit is eigenlijk een voorraad. Maar ik pak eigenlijk nooit hier cupjes van. Ik vind het lelijk als er hier eentje mist.
dus eigenlijk, stel goed dat precies hier één doos ligt, die je dan open doet. Dan kan je hier steeds je koffiecupjes uitpakken en dan is dit de voorraad. Chill. Het wordt alleen maar beter en beter, dit is fantastisch. Bakpapier ligt erachter, heb ik nooit nodig. Dan de theedoos. Dan hier de zakjes die ik eerst op moet maken en de koffiecupjes die ik eerst op moet maken. Hier mijn zakjes. De twee voorraden. Voor koud water de thee. En mijn rollen. Dit is gewoon niet normaal. Dit is echt perfect, eerlijk. Wauw. Top. Zo leuk. En het blijft ook netjes. Het past gewoon precies perfect. Heel chill. Ja, wat ik nog maar vergeten. Ik had dus deze kussenhoes gevonden. En daar wou ik een vulling voor kopen bij de Action. Want daar is vet goedkoop. Maar ik dacht, ik koop maar bij de Hema. Daar is 5,50. Echt wel duur. Maar het is wel een veel betere vulling. Het is echt een veren vulling. En 30 keer 50, toch? Ja. Zo'n gekke vorm. Dan kan ik hem eindelijk gaan vullen. Ik heb dat ding echt 3 jaar geleden gekocht. Dus over 2 euro. En hij is echt fantastisch. Dus ik ga het er even in doen. Geweldig. Wat leuk, joh. Eindelijk. Ik vond hem dus in mijn... Hier, terwijl ik dit aan het opruimen was. Hieronder vond ik hem. Superleuk. Ik weet helemaal niet wat ik van die veren vind. Misschien moet het nog een beetje opbollen. Maar je zou denken dat er nu geen lucht meer bij kan komen. Ik weet het even niet. Maar ik vind hem echt superleuk. Toppie, 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 toppie. Helaas nog lang niet klaar. Terwijl ik al zoveel heb gedaan. Maar op een gegeven moment dan is het ook wel klaar. Nu denk je het moet nog heel veel gebeuren. Maar dan breng ik dat naar de auto. Ruim ik dat op. En dan ben je vaak al verder dan je denkt hoor. Toch, maat? Het is bijna 9:30. Ik ben nog steeds bezig. Ik ben zo lekker bezig. Kijk. Het lijkt nu vol, maar het is gewoon super organized. De stofzuiger is natuurlijk bijgekomen in het welding. En ik heb besloten om eventjes alle flessen met drank en zo hier te leggen. Dus daar op de koffer ligt zo'n pak Radar 0.0 en 2 flessen water. Hier zit allemaal wijn, prikwater, appelsap, sojamelk, tomatensap. Hier zit nog zo'n bierding voor mijn date. En ja, weet je, het slaat nergens op om deze ruimte vrij te houden. En ik word steeds helemaal gek in die keukenkastjes dat het zo vol is. Hier kunnen dus bizar veel pakketjes lekker gestald worden. En het ziet er op zich wel georganiseerd uit, maar het is echt heel netjes. Het ziet er niet mooi uit, maar het is echt top. Dus daar ben ik gewoon heel erg blij mee. Nou, hier begint het ook steeds meer opgeruimd te worden. Dit moet eigenlijk gewoon naar de auto, maar dat ga ik nu niet meer. Toch? Ga ik dat... Nee, dat doe ik morgen. Net als de laatste vuilniszak weggooien. En ik heb het hier dit keer niet heel netjes gedaan, want het wordt toch steeds weer slordig. Maar ik kan er nu tenminste bij en ik kan alles zien. Weet je, ik heb gewoon overzicht. En ik dacht, ik ga het niet weer allemaal eruit halen en ordenen, want dat heb ik echt zo vaak al gedaan. En hier heb ik nu, het is ook niet netjes, maar ik weet exact wat er staat. Het is gewoon georganiseerd. Daar, top. Dit kan ik ook nog uitzoeken, maar dat heb ik ook laatst nog gedaan. Hoeft niet. Dit is wel net nieuw, netjes. En dit ziet er gewoon super netjes uit. Daar ben ik heel erg blij mee. Dit ziet er leuk uit. Dit is ook gewoon top. Ik vind dit echt mooier dan dat er zo vies staat eigenlijk. Dus, en het is gewoon heel grappig dat ik die blender, die broodrooster hier gewoon kan gebruiken. Vind ik super grappig. Dit is mooi. Mijn bakje met mijn dagelijks benodigde spulletjes. En ik ben gewoon helemaal blij. Ik was aan het stofzuigen. Maar dat ga ik morgen afmaken. En dit is gewoon top. Ik vind het echt, ja, ik ben echt blij. Het lijkt alsof er niet heel veel gebeurd is. Maar er is gewoon echt heel erg veel gebeurd. Dus super, super. Oh, het ziet er lekker uit. Ik heb dus na het avondeten helaas altijd zin in een toetje of iets. Niet dat ik dat doe, maar ik wil altijd iets zoets. Ik heb nu gewoon die magere kwark met kersen. En het ziet er echt hemels uit. Gewoon achter een ziek toetje, terwijl het echt heel gezond is. Dan ga ik de weekvlog hierbij afsluiten. Ik hoop dat je hem leuk vond. Het was een beetje een rare vlog met heel veel beelden van het weekend en heel weinig van de week. Maar volgende week is dat weer anders. Doe even je duimpje omhoog als je hem leuk vond. En klets zeker lekker mee in de comments. Dat vind ik altijd heel erg gezellig. En dan zie ik jullie bij de volgende vlog die nu wat sneller online zou komen. Of op mijn Instagram. Doei!